Hoeveel bedpartners heb ik gehad? Oftewel, hoeveel pushes heb ik gezien? Nou, ik heb dat eerder moeten beantwoorden. En ik weet het oprecht niet precies. En eigenlijk ook niet ongeveer. Hoi, ik ben Thomas Cox. En je kunt me kennen van mijn YouTube-kanaal met dezelfde naam. En van Concentrate... Geen goed? En van Concentrate natuurlijk. En als dierenliefhebber, zoals je ziet. En waarom ik perfect ben, is dat ik gewoon doe wat ik leuk vind. En vooral buiten de lijntjes ga. Buiten de gezette lijntjes. En dat heeft heel goed voor me gewerkt tot nu toe altijd. Dit is de perfect quiz. Ik krijg zo meteen 10 vragen. En ik moet ze goed hebben, want als ik een vraag fout heb, dan moet ik een pittige vraag of een kittige vraag over mezelf beantwoorden. Wat kan er gebeuren als mannen vaker geen seks hebben? Auw! 1. De penis krimpt. 2. De balzak gaat hangen. Of 3. Je moet vaker naar het toilet. Ja. Nou, ik denk niet dat hij krimpt. Ik denk eerder dat hij opzwelt, omdat al dat... Ja, het kan er niet uit. Dus hij wordt eerder groter dan kleiner. De balzak die gaat hangen, dat zou best wel kunnen. Maar vaker naar het toilet vind ik het meest logisch. Dus daar ga ik voor. De penis krimpt. Maar dat kan toch niet, want je hebt dan toch meer... Dat blijft toch allemaal... Het zaad zit er allemaal... Ja, dat zit in je zak dan, denk ik. Maar dat kan er niet uit. Dus dat is wel top. Op een gegeven moment dan heb je zo'n ballon. Maar toch krimpt hij. Ik vind het gek. Gaat niet goed, jongens. Geen goede start. Hoeveel vrijpartijen vinden er elke dag plaats op de wereld? En ik mag er 1 miljoen van afzitten. Volgens mij zijn er ongeveer iets meer dan 6 miljard mensen op de wereld. Nou ja, niet iedereen heeft elke dag seks, maar sommige mensen ook weer meer dan 1 keer op een dag. Sommige mensen zijn te oud om het te doen, sommige mensen zijn te jong om het te doen. 3,5 miljard. Huh? 100 miljoen? Dat is niet veel. Wat zijn dan die andere 6 miljard, of 5 miljard, 900 miljoen mensen aan het doen? Hoe vaak worden mensen gemiddeld verliefd voordat ze gaan trouwen? Dus voordat je de ware hebt gevonden. Nou ja, ik kan best wel vaak verliefd zijn. Ik denk 6. Dus dat ze 6 partners, of, ja, gemiddeld, of 5. Zo, ik bloed helemaal, man. Nee, 5. 5 doe ik, ja. 7. Nou, ik zat in de buurt. Met 6. Wat ik niet als antwoord heb gegeven. Welke van deze dieren is monogaam? A, een lieve heersbeestje. B, een duif. Of C, een kakkerlak. Ik heb kakkerlakken nog nooit zien doen. Maar die krioelen altijd door elkaar. Dus die vinden elkaar nooit meer terug. Dus die sowieso niet. Duiven. Tortelduifjes. Ja, duifje. Daar komt het woord tortelduif vandaan. Duiven, sowieso. Helemaal niet. Hoe kan je dat onderzoeken? Die zien er allemaal hetzelfde uit. Dan weet je echt niet meer welke welke is. Kakkerlakken zijn monogaam. Oké, correctie. Oh, niet elke duif is mogelijk, maar de tortelduif wel. Nou, vind ik wel dat ik een half puntje verdien. Puntje. Hoe lang duurt een vriendschap gemiddeld? Ja, dat weet ik. Dat is 4 jaar. 7 jaar toch wel. Nou, bij mij 4. Mensen willen niet zo lang vrienden met me zijn. Hoeveel seizoenen van de serie Friends waren er te zien? Ja, dat wordt ook echt gokken. 13. Ik moet echt heel veel vragen gaan beantwoorden zometeen. En ik ga niet de Mr. Perfect winnen, maar goed. Voor hoeveel werkgevers werken mensen gemiddeld tijdens hun loopbaan? Nou, vroeger waren dat er heel weinig, maar dat is tegenwoordig aan het omhoog kruipen, dat gemiddelde. Want nu wisselt iedereen elk jaar van baan. Dus ga ik zeggen, ik gebruik mijn magische toverstok en die zegt... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 zegt de toverstok. Wow, dankjewel magische toverstok. Er zitten 7 balletjes aan. Kijk. Welke kleur kunnen vrouwen het best dragen tijdens een sollicitatie? Rood, wit of blauw? Als je bij Coolblue wil werken, moet je blauw aan. Als je bij Vodafone wil werken, moet je rood aan. Nee, het beste kan je rood aandoen, want dan val je op. En dan kom je... Ik krijg allemaal nees. Toch wel. Bij mij, als je bij mij komt solliciteren, moet je rood aantrekken. Maar het is vast... Oh, het is waar! Yeah! Jullie hebben het allemaal fout met je nee geschud. 1 op de 50 vrouwen heeft een extra tepel. Waar? Of niet waar? Is de vraag waar die zit? Of dat het waar is? Waar of niet waar?
Nou ja, ik heb het nog nooit gezien. Er zullen vast mensen zijn, maar ik denk minder dan 1 op de 50. Het is waar. Oké. Ja, het is niet gek of zo. Komt er dan ook melk uit? Het is alleen een tepel. Ik wil het wel eens zien. Ik ken wel een bekende man die het heeft. Dat kan je opzoeken, dat is Harry Styles. Hoeveel gezichtsuitdrukkingen kunnen mensen aannemen? 500.000, 350.000 of 250.000? Nou, ik ga ze even allemaal proberen. Is het A, B of C? Ik weet niet. Hij miauwt minder dan 1 keer. Dus nee, dan is het gewoon A. Het is C. Het is toch het minste aantal. Had ik toch naar jou moeten luisteren. Ja, ik moet ze nog een beetje leren kennen. Yay! 2,5 goed! Super blij mee. Jullie hebben me goed geholpen, jongens. Dit is de volgende ronde. You got to be kidding me. Ik heb 7,5 vraag fout. Hoe gaan we dat doen? Ga ik 7 of 8 vragen krijgen? Tuurlijk krijgen we de 8. Maakt niet uit. 8 pittige vragen. Hoeveel bedpartners heb ik gehad? Oftewel, hoeveel poesjes heb ik gezien? Nou, ik heb dat eerder moeten beantwoorden. En ik weet het oprecht niet precies. En eigenlijk ook niet ongeveer. Ik denk tussen de 20 en de 30. En ik zit nu gelukkig niet aan de leugendetector. Wat is mijn beste skill in bed? Ik denk toch iets met het pushen. Ja, dit gaat heel raar zijn. Zeg maar, beffen. Het pushen likken. Wees niet bang. Ben ik wel eens vreemd gegaan? Daar moet ik helaas op antwoorden dat ik dat wel eens heb gedaan. En degene bij wie ik dat heb gedaan, die weet dat ook. En dat was geen pretje en ik heb er ook heel veel spijt van. En omdat ik het heb gedaan, weet ik ook... Hallo vriend. Weet ik ook dat ik het nooit meer ga doen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe aantrekkelijk vind ik mezelf? Ja, dan ga ik toch voor een goede voldoende. Je mag wel een beetje optimistisch zijn over jezelf, vind ik altijd. Dus ik zeg 8. Nee, 8,3. Billen of borstenman? Dat is makkelijk, billen. Want dat zegt veel meer over of ik een figuur aantrekkelijk vind of niet. En grote borsten of kleine borsten, dat maakt niet uit. Carrière of vriendschap? Ja, natuurlijk wil je dan dat iedereen vriendschap zegt. Of tenminste, dat is het mooiste antwoord. Maar ik heb gemerkt in mijn leven dat mijn carrière soms voor vriendschap ging. Oftewel, ik heb vrienden een beetje verwaarloosd om mijn carrière op te bouwen. Dus als ik eerlijk moet zijn, dan moet ik zeggen dat carrière dan het juiste antwoord is. Geil, ik wil dat mensen me herkennen op straat. Nou ja, geil is wel een mooi woord. Ik zeg wel eerlijk dat het wel leuk is. Het geeft wel een soort van kick. En ik kan me voorstellen als je echt zo bekend bent dat je niet meer over straat kan, dat het dan niet meer leuk is. Maar ja, het is wel een heel leuk iets, vind ik toch wel, in de meeste gevallen. Wat zou ik mezelf als 18-jarige meegeven op het gebied van carrière? Dat is simpel. Luister naar jezelf. Als je denkt dat iets een goed idee is, doe het en voer het ook per direct uit. Wacht niet, luister vooral niet naar de mening van anderen, want anderen die proberen je alleen maar tegen te houden in dingen uitvoeren. En doe het gewoon. En het zit er alweer op. Wat vond ik ervan? Ik vond het leuk. Ik vond het wel hele pittige vragen, moet ik zeggen. Maar deze beesten die hebben me doorheen geholpen. Ze hebben nog wat geholpen bij de vragen. Zonder jullie had ik het niet gekund, jongens. We zijn ook moe, hè? En ja, of ik dan Mr. Perfect word. Ik had 7,5 vraag fout, dus ik gok van niet. Maar ja, je weet me nooit. Misschien zijn andere mensen wel nog slechter in het spel.